dit is mijn huis. Dit is Maranatha, dit is mijn huis. En ik ben zo blij dat ik hier mag staan deze middag. En ik wil iets vertellen als een getuigenis. Want ik vind het zo'n voorrecht dat ik hier mag zijn vanmiddag. Ik vind het heel bijzonder dat ik de naam van Jezus groot mag maken. Dat ik dit evangelie van kracht, dat evangelie van genezing, dat evangelie van redding bovenal, dat ik dat vandaag mag verkondigen. En ik weet nog dat ik tijdens mijn voorbereiding nadacht hoe bijzonder het eigenlijk is voor mij dat ik hier sta. Want ik weet nog dat ik in 1998 samen met mijn lieve vrouw tot bekering kwam. En ik had eigenlijk niet veel. Ik voelde me leeg. Ik was niets. Zo voelde ik het. Ik kon niets. Ik was altijd erg verlegen en onzeker. En ik had nooit echt een mening. Weet je wel, ik weet niet of je dat kent. Je waait met alle winden mee. En ik vond het heel moeilijk. Ik kon niet uit mijn woorden komen. Maar ik had een schreeuw in mijn binnenste toen ik tot bekering kwam. Dat ik dacht van, weet je, ik wil zielen winnen. Ik wil mensen het evangelie verkondigen. Maar hoe? Hoe zou dat gebeuren? Hoe moest dat gebeuren? Ik was ook niet iemand die dat dan van de daken schreeuwde van ja, ik wil zielen winnen. En niet iemand die dan zegt van zo naar de voorganger stapt en dit is wat ik wil. Maar ik had wel een hartsverlangen. En ik weet nog dat ik de allereerste keer in 2012 mocht preken. En toen was voor mij echt alsof een soort droom bezig was. Want ik had wel ooit, had ik een keer lang geleden, mocht ik 5 minuten wat zeggen in de gemeente. En ik weet nog goed dat ik toen geestelijk heel bewust ervoor had gekozen dat ik zou spreken uit Hebreeën 13 vers 7 volgens mij is het. Waarin staat dat we onze voorgangers moeten gedenken. En dat we ons moeten onderwerpen aan de voorganger. Sommigen hoor ik al denken van, oh nee, het wordt zo'n preek. Onderwerping en gehoorzaamheid. Maar nee, daar gaat het vandaag niet over. Maar ik wist voor mij dat dat voor mij de weg was om te gaan. Geduld hebben, wachten op de Heer, gehoorzaam zijn. En wat ik zo bijzonder vind, is dat ik nu na 14 jaar dan hier mag staan. En dat is een bijzonder voorrecht. Ik weet nog in die tijd dat ik met een vriend altijd de stad in ging op donderdagavond. Dan gingen we getuigen van de Heer en we gingen naar de coffeeshops en alles over de Heer vertellen aan de mensen. En dat durfde ik wel. Maar hoe moest het gebeuren? Hoe moest het gebeuren dat ik Gods woord mocht gaan verkondigen? En ik kan nu zeggen, en in alle nederigheid zeg ik dat, dat ik nu een spreker mag zijn in mijn huis, in Maranatha Ministries. Dat vind ik geweldig. En ik prijs de Heer daarvoor. Amen. God is goed. God is goed. En ik wil mijn voorganger uiteraard bijzonder bedanken. Ik dacht dat hij zou komen vandaag dat hij dat had gezegd. Maar hij is er volgens mij niet. Maar ik wil hem bedanken uit de grond van mijn hart voor het vertrouwen. En ik bereid altijd zo mijn preek voor. En nu zeg ik van, weet je, ik wil een lied nog zingen. Maar dat hebben we net al gedaan. Dus blijft u rustig zitten. Maar God is een goede God. Hij is een geweldige Heer. En wat ik eigenlijk wil weten van u, hè, van bent u vandaag gekomen met een verwachting? Bent u gekomen met een verwachting? U gaat naar de samenkomst en u verwacht dat God wat gaat doen. Want weet u, in de Bijbel kennen we dat verhaal van die bloedvloeiende vrouw. En ze had een verwachting. Ze wist van, als ik Jezus alleen maar aanraak aan de zoom van zijn kleed, dan zal ik genezen. Zij had die verwachting. En we lezen ook van blinde Bartimeus in de Bijbel. Die man was blind, hij zat langs de kant van de weg en hij hoorde dat de Heere Jezus voorbij kwam. En de Bijbel zegt, als je het goed leest, hij schreeuwde het uit tot God en ze wilden hem nog tegenhouden, maar hij riep het uit tot God. En uiteindelijk kwam de Heere Jezus bij hem en ook hij werd genezen. En vandaag hebben we die roep tot God, hebben we die schreeuw in ons binnenste van Heer, ik heb u nodig. Heer, het gaat niet goed met mij, maar ik heb u nodig. Zijn we met dat verlangen gekomen? Of misschien, het gaat heel goed met me. En ik ga vooruit, ik maak sprongen, maar Heer, ik wil meer van u. Is dat onze verwachting vandaag? Want God wil wat doen. En ik wil een gebed doen. Deze dienst is eigenlijk één groot gebed.
Dat je nog moet preken naar zo'n geweldige prees. Maar ik wil bidden. Halleluja. Halleluja, Heer Jezus. Heilige God en Vader. U bent een liefdevolle Heer. En ik bid u, Vader, dat dit woord, Heer, dat het in uw handen mag zijn. Dat u de woorden van mijn mond, Heere God, wilt gebruiken om harten aan te raken. Ik ben niets, Vader, maar u bent alles. En ik bid u, Vader, uit de grond van mijn hart, Heere, dat uw genade mag komen op een krachtige wijze over de mensen. In de naam van Jezus. Want God, u bent goed. Als u er niet bent, Heere, waar moeten we gaan? Als u hier niet bent, Heere, dan is dit allemaal poppenkast. Maar Heere, waar twee of meer in uw naam zijn, zegt u dat u er bent. Dus we geloven dat u er bent. En ik dank u daarvoor. In Jezus' heilige naam. Amen. Amen. De titel van mijn preek vandaag is: wat een potentie. Wat een potentie. Dus niet wat een potentie. Nee, wat een potentie. Dat is de titel vandaag. En ik wil beginnen met een kort verhaal. En het gaat over mijn zoontje. Davide, of zoontje, hij is al 14 ondertussen. Maar thuis bij ons heb ik boven op mijn verdieping heb ik een kamer. En dat is gewoon een normale kamer, niks bijzonders. Maar in die kamer, dan kom ik even tot rust. Weet je, de hectiek van de dag, dan ga ik s'avonds daar naartoe. Ik ga bidden of ik ga wat lezen, een beetje studeren, met de heren praten. En ik heb daar een heerlijke zitzak. Kent u dat? Zo'n zitzak. Volgens mij zit er rijst in of zo. En dan kan je heerlijk op lang uit zo chillen. Weet je wel? En dan zit ik in die zitzak en dan kom ik tot rust. En een van die keren werd ik gebeld. En er was een vriend van mij en we hadden een goed gesprek. Een intensief gesprek. En op een gegeven moment werd er op de deur geklopt. Dus ik loop naar de deur, ik doe open en dan staat David en zo. Papa? Papa? Weet je? En echt met zo'n gezicht van, pa, ik heb je nodig. Maar eigenlijk gaat het nergens over. Ik weet niet, de ouders onder ons, die kennen dat misschien. Dat ze gestoord worden door hun kinderen op een bepaald moment. En ik zeg, Davide, nu even niet. Ik ben aan het bellen, nu even niet. Dus ik de deur dicht doen, verder met mijn gesprek. Vlak daarna wordt er weer geklopt op de deur. Staat hij er weer, hoor. Papa, pa. Ik zeg, jongen, ik ben nog aan het bellen. Nu niet. Dus ik doe de deur weer dicht. En ik ga verder met mijn gesprek. Vlak daarna hoor ik dit. En ook niet gewoon kloppen. Nee, echt dit. Zo van, als je nu niet open doet, schop ik de deur in. Weet je wel, zo. Dus, en voordat ik die deur kon open doen, loopt hij naar binnen. Gaat lang uit in die zitzak zitten, terwijl ik zit met die telefoon in mijn hand. Ik zeg, oké, weet je, ik moet eventjes met mijn zoon praten, opgehangen. Maar Davide, die besefte wat voor privilege hij heeft bij mij. Ik ben zijn vader. Hij kan het maken. En dan denk ik, op zo'n moment, zijn wij ons bewust wat voor privileges wij hebben bij onze hemelse vader. Amen. Begrijpt u wat ik wil zeggen met dit verhaal? Want wanneer we kloppen bij God en hij doet niet meteen open, wanneer we aanhoudend bidden en doorgaan, zal hij onze gebeden beantwoorden. God is een goede God. Wat een voorrecht hebben wij bij God. Hebben we dat besef wel? Hij houdt van ons, hij zorgt voor ons. En wanneer we weten dat wij als mens zijnde slecht zijn en we weten goede gaven te geven aan onze kinderen, zoals de Bijbel het zegt. Hoeveel te meer weet God, onze Vader in de hemel, die goed is, het beste te geven aan ons. Ja, toch? Alleen, wat gebeurt er boven in die gedachtenwereld? En als we dat beseffen, dat God een goede God is, en dat we dat voorrecht hebben, en dat we die overwinning kunnen behalen als hij aan onze zijde is. Wat is er dan aan de hand? Want het is echt niet zo dat alle van ons altijd de overwinning behalen. Misschien zijn er wel velen hier die al jaren worstelen in hun nood, in hun probleem. En er gebeurt niks.
Maar als we weten, God is goed, hij wil het beste aan ons geven. Wat is er dan aan de hand? Aan God ligt het niet. Aan hem ligt het niet. En om dat te illustreren, wil ik u nog iets vertellen. Vroeger was ik een atleet. Ik was een hardloper. Kan je wel zien, lange benen. Buikje begint te komen, dat wel. Ik doe mijn best ervoor. Maar vroeger was ik een atleet en ik rende de 800 meter. Voor de kenners onder ons, dat is best wel een moeilijke afstand. Want het is net geen harde sprint. Maar het is ook niet dat je langzaamaan, weet je wel, langzaam maar zeker doordraait. Dus het is een soort tussenafstand. En ik was er best wel goed in. Op de trainingen. Ik was hartstikke goed op de trainingen. Ik was snel. Ik had eigenlijk geen toptalent. Maar als ik trainde, kon ik heel goed meekomen in de top. En er waren van die uitschieters op de wedstrijden dat ik wel eens een medaille haalde. Maar het kwam er niet uit. Zoals het op de trainingen ging. Het lukte gewoon niet. Tot ik op een gegeven moment, een van die avonden, ik trainde 4 keer in de week. En toen nam de trainer mij apart. En ik weet niet of het, volgens mij is het met voetbal ook zo, maar in de atletiek, als de trainer je apart neemt, dan is er wat aan de hand. Dan gaat er iets niet goed. Dus hij neemt mij apart. Hij zegt, Philip, luister kerel. Je bent snel. Je bent goed bezig. Je traint. Je bent gedisciplineerd. Je vindt het leuk. De potentie is er. De potentie is er. Maar het komt er niet uit. Weet je wat er met jou in de hand is, zei hij. Hij zegt, het zit tussen de oren. Het zit tussen je oren. Zeg dat maar even tegen je buurman. Het zit tussen je oren. Het zit tussen je oren. Het zit tussen... Boeder John. Niet in zijn oren. Niet in zijn oren. Tussen zijn oren. Maar dat zei die trainer tegen mij. Hij zegt, het zit tussen je oren. God is goed. God is goed. Jullie maken me zenuwachtig. Ik neem nog een slokje. Waar is zuster Beryl? Misschien zijn er meer flesjes in de keuken. Oké, ik zie maar 1 flesje staan en 1 glas. Maar goed, kom goed. Oké, we gaan lezen. Want Gods woord is het beste verhaal, of niet? We gaan lezen 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. Wat een potentie, zei die trainer. Wat een potentie. 2 Korinthe 10, vers 3 tot 5. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. En daar staat, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Weet u, een van die dingen waar ik nooit echt bij kan met mijn gedachten, dat is dat sommigen van ons misschien al 40 jaar in de kerk komen, maar er verandert niets. Bij God is er altijd een stijgende lijn. Weet je, we kennen wel die grafieken. En daar heb je van die rastertjes op. En dan zie je een rode lijn. Weet je wel, bij bijvoorbeeld de beurs of wat dan ook. Die rode lijn gaat of naar beneden of omhoog. Maar bij God gaat die rode lijn altijd omhoog. Zelfs als wij voelen, er gebeurt niets. Er is niets bij. God is aan het werk. God is aan het werk. Ik voel niks, ik zie niks, er gebeurt niks. Maar God gaat door. God wil verder met ons. En ik kan daar niet bij in mijn gedachten. We kennen het woord. We gaan naar de bidstond. En toch lijkt het alsof we
ons leven lang in een soort van cirkel lopen. Maar de Heer wil dat wij uitbreken. Maar wat is er dan toch aan de hand? Wat is er dan toch aan de hand? En in vers 5, daar staat iets en het raakte mij. Het was als een soort van openbaring. Er staat, elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God. Dus tegen de kennis van God. Dus die aanvallen in onze gedachten, die leugens, die onwaarheden. En in het Engels staat er de high things, de hoge dingen, die slechte dingen, die worden opgeworpen. Die komen op tegen datgene wat u en ik als kinderen Gods weten van God. Dus, met andere woorden, je voelt je ziek, je bent al lang ziek. Maar je weet, God is de geneesheer. Na 40 jaar in de kerk komen, weet je, God is de geneesheer. Maar in je denken en in je, wat je ziet en wat je voelt, dan zie je het niet. Dus je weet, God is de geneesheer, maar je ziet het niet. We weten dat we vrij zijn. We weten dat. We hebben gezongen over het kruis. God heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Maar toch, de fouten die we gemaakt hebben in het verleden blijven ons achtervolgen. Die leugens in onze gedachten, die aanvallen. Wij weten dat we vrij zijn. Dat is de kennis die wij hebben van God. Dat is het woord. En daar komen die hoge dingen, die leugens, die onwaarheden, die komen daar tegenop. Als God de voorziener is, dan creperen we ineen wanneer er een blauwe envelop door de brievenbus komt. Ik heb er laatst eentje gehad. Was een behoorlijke blauwe envelop. En we zeggen altijd, er is kracht in het bloed van Jezus. Maar er is ook kracht in de blauwe envelop. Of niet? Jongen, als ik die envelop zie. Oh, maar God is de voorziener. Hij komt op tegen wat ik weet van God. Ik weet, ik hoef me niet druk te maken. Ik hoef me niet druk te maken. Want hij zegt dat hij mijn vader is. En ik heb bij God, heb ik privileges. En een privilege kan ik in één woord zeggen. Het privilege bij God is simpel. Hij is mijn vader. Wat ik ook doe, wat ik verkeerd doe, wat ik fout doe. Ik moet niet stom blijven doen, zeg maar. Weet je wel? Want als we keer op keer blijven fouten maken en we leren niet van onze fouten, zegt God ook van, hey, laat hem maar eventjes. Weet je wel, laat die maar even gaan. Dan komt hij zelf wel erachter wat er aan de hand is. Maar God wil voor ons zorgen. Amen. Imaginations, zegt de Bijbel. The high things, de redeneringen. Imaginations. Als ik dat woord hoor, denk ik aan Disneyland. En dan denk ik aan de Efteling. Dus de Bijbel, laat het nog een keertje lezen. Vers 4, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, dus die imaginations, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ik zeg het simpel in Jip en Janneke Philip taal, het is nep. Dit zijn leugens in onze gedachten. Maar God zegt iets heel anders. God zegt iets heel anders. De potentie is er. De potentie is er. Dat is wat mijn trainer toen tegen mij zei. De potentie is er om een topper te worden. Die potentie is er. Lees zijn woord. Weet u wat voor potentie wij hebben? De potentie is er. Dat is het woord van God. Dat is de kennis die wij hebben. Die potentie om er wat van te maken. Om vooruit te gaan. Die zit in ons. En het moet wel waar zijn. Want waarom is de Heere dan voor ons anders aan het kruis gegaan? Is het een evangelie voor loze belofte? Is het een evangelie van de Efteling? Of van Disneyland? Dit is echt.
En God zegt vaak, zegt hij, we kunnen hem beproeven. We kunnen hem dingen vragen en we zullen zien of zijn woord de waarheid is. En vond ik zo mooi, want we hadden wel een liedje afgesproken om te zingen. Maar al die andere liedjes hebben we niet afgesproken. En u heeft veel gezongen over dat God goed is. En in mijn voorbereiding kwam ik er opeens achter. Heel simpel. Ik ben ook al vanaf 1998 bekeerd. Maar ik kwam erachter dat God goed is. God is goed. God is goed. En als we daar nou, laten we zeggen, als dat de theologie is, laten we het zomaar zeggen, als dat is wat we vast moeten houden, God is goed. Als we die theologie als het ware vast kunnen houden, dan weten we dat we uit onze situatie kunnen komen. Wanneer we dit woord lezen, en we lezen het, en stel zelfs een moslim leest het, of een boeddhist leest het, of een atheïst leest het, dan is de vraag of ze het begrijpen. Maar stel dat ze het woord begrijpen, want we hebben Gods geest nodig om dit te kunnen pakken. Amen. Maar stel dat ze het lezen en ze zouden het begrijpen. Ze zijn geen christen, dat niet, maar ze zouden dit begrijpen. Dan kunnen ze niet anders dan concluderen dan dat onze God een goede God is. Is dat waar? Dus wij als kinderen Gods, vervuld met de Heilige Geest, kunnen die conclusie al helemaal trekken. God is goed. Ja, zeg dat maar even. God is goed. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Maar als we die theologie dus voor ogen houden, God is goed, dan kunnen we dus ervoor kiezen om het te geloven. Dus, ik ben ziek. Mijn lichaam kan niet. Ik voel me ziek. Ik wil niet. Maar ik kies ervoor in mijn gedachten, in mijn wezen, in mijn hele denken, te geloven dat God mij wil aanraken. Ik kan niet slapen in de nacht en het is moeilijk, maar ik kies ervoor te geloven dat God goed is en dat Hij mij gaat aanraken. Ik heb geen geld, ik weet niet hoe ik dingen moet betalen. De deurwaarde komt over 3 dagen en dan is deadline. Maar God is nooit te laat. Ik kies ervoor te geloven dat God goed is. Amen. En dat is een van de dingen die ik dit jaar, ik doe niet aan goede voornemens. Ik doe daar niet aan. En waarom? Omdat ik eigenlijk gewoon zie 31 december naar 1 januari is eigenlijk hetzelfde als 31 juli? Of heeft hij maar 30 dagen? Nee, 31 juli naar 1 augustus. Voor mij is het hetzelfde. Het is gewoon datum, weet je wel. En wij mensen maken helemaal poeha van vuurwerk leuk. Ik doe ook mee aan vuurwerk. Alleen ik doe niet aan goede voornemens, want het is gewoon een andere dag. Maar één ding deed ik dit jaar toch. En dat was, ik zei tegen mezelf, Philip, jij gaat je weigeren je druk te maken. Dat doe je niet meer. Dat doe je gewoon niet meer. Want God is goed. En het lukt me. Het lukt me echt. San, ik weet niet of jij het door hebt. Ik ben altijd iemand, als ik me druk maak, ga ik naar San. Maar ik ben al lang niet bij de gegaan. Ook niet voor de blauwe envelop. Ik maakte me altijd druk om alles. En ook nog niet zo heel lang geleden. Ik kon me heel goed druk maken. Maar ik weiger het. En u moet het proberen. Het werkt, want God is goed. Hij laat ons niet in de steek. En weet u? Laat me nog een slokje nemen, hoor. Het is moeilijk om te zeggen, maar zelfs nu ik dit zeg, zijn er mensen onder mijn gehoor hier die zeggen, is wel leuk, Boeddha Habes, maar hoe ga ik dit oplossen? Hoe kom ik hieruit? Hoe gaat dit veranderen? Want het is makkelijk gezegd als jij er al doorheen bent gegaan en jij weet hoe het moet en jij hebt zeg maar het licht daarin gezien. Maar als je er middenin zit, is het moeilijk. En dat besef ik me maar heel goed. Maar daarom wil ik, om u te helpen, nog een Bijbeltekst lezen. Uit een heel bekend verhaal. En dat verhaal staat in Exodus. Exodus 14, vers 15 en 16.
Exodus 14, vers 15 en 16. Prachtig verhaal. En daar staat, toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En gij, hef uw staf op en trek uw hand en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Toen zei de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dit is het verhaal van Mozes. We kennen het verhaal. Mozes wordt geroepen door God om zijn volk te bevrijden uit de handen van de farao. En er was een hele toestand, want farao zijn hart was verhard en hij wilde de Israëlieten niet laten gaan. Hij wilde ze niet laten gaan. En God liet plagen neerdalen op de Egyptenaren. Tot uiteindelijk de farao zei, Mozes, neem je volk mee. Ga de woestijn in. Ga doen wat je wilt doen. En het volk ging op weg. En uiteindelijk lezen we dat op een gegeven moment farao zoiets had van, nee, maar dit gaat niet. En God verhardde zijn hart opnieuw. En farao ging met zijn leger, met de strijdwagens, de Israëlieten achterna. En in een andere vertaling staat er, de Bijbel zegt dat de Israëlieten tot God schreeuwden. Ze schreeuwden tot de Heere. Heere! Ze komen eraan! Heere! En in de Bijbel, in gewone taal, daar staat het zo mooi, die heeft u misschien niet, maar ik lees het voor. Daar staat, de Heer zei tegen Mozes, dus wie zei tegen Mozes? De Heer. De Heer zei tegen Mozes, waarom vraag je mij om hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder moeten gaan. En pak jij je stok, houd hem boven de zee en verdeel zo het water in tweeën. Lees ik dit goed? De Heer zegt tegen Mozes, waarom vraag je mij om hulp? Wat? Waarom vraag je mij om hulp? Hoezo dan? Hoezo dan? God, bij wie moet ik anders gaan? Waar moet ik terecht dan? U bent God, u bent de Heer, u kan mij helpen. Waar moet ik anders gaan? Maar God zegt, waarom vraag je mij om hulp? Waarom vraag, wat is dat? Je bent ziek, je ziet het niet meer zitten, je bent door de grond. Je bent depressief, het gaat niet. En God zegt, maar waarom vraag je mij om hulp? Maar mijn trainer zei, de potentie is er. De potentie is er. Waarom vraag je mij om hulp? Bij wie moet ik gaan? Maar weet u, die potentie zat in Mozes. Het zat in hem. Het zat in hem. En Mozes had die staf. Hij had die staf. Of niet? Wij hebben een staf. Dat is het woord van God. Mozes had die staf nodig om wat in hem was tot volle potentie te laten komen. God heeft het al gedaan aan het kruis. Hij is voor ons gestorven aan het kruis, lieve gelovigen. Lieve mensen die het misschien nog niet gelooft. Ik hoop dat u wordt aangeraakt en dat u gaat zien dat God goed is. Maar God heeft het voor ons gedragen aan het kruis. Weet u, we kunnen bidden. We kunnen, zoals het heet, naar Lourdes gaan, volgens mij, of naar de klaagmuur. We kunnen bidden. We kunnen bidden, bidden, bidden. En natuurlijk is het goed. Want de Bijbel zegt, we moeten altijd bidden en niet verslappen. Maar wanneer we alleen maar bidden en niet uitstappen in wat God zegt dat we moeten doen. En dan, terwijl ik dit zeg, denkt u misschien weer over uw situatie. Maar wat moet ik doen, denkt u dan? Maar in die tijd dat ik net in de kerk kwam en ik had dat verlangen. Ik had het verlangen, Heer, ik wil zielen winnen. Hoe moet dat? Hoe ga ik ooit het evangelie prediken? Ik had niets. Ik voelde me nutteloos. Ik had dwangneurotische handelingen. Als ik met Sandra een keer een film ging kijken, ging ik eerst een uur lang alles in huis recht leggen. Echt waar. Nu zul je zeggen van, ik geloof het niet, die lange man, weet je wel, met zijn lange atletiek benen. Weet je wel, hoezo had hij niks? Ik voelde me, ik was niks waardig. Zo voelde ik me. Maar wat ik wel kon doen, was bidden. Ik had wel een beetje geloof in God. En misschien heeft u vandaag dat stukje geloof, dat we er vandaag uitkomen. En dat er dat proces in kan gaan van doorbraak. En dat het denken van ons vernieuwd wordt. Dat we kunnen weten in elke situatie. Oh, Heere, God is goed.
Dat is die theologie die we voor ogen moeten houden. En de theologie is vaak ook dat we, als wanneer we dat woord horen, theoloog, dan denken we iemand die gestudeerd heeft, maar hij gelooft niet in God. Maar ik bedoel gewoon dat stukje wat waar is. God is goed. God is goed. En ik wil nog één stuk tekst met u lezen en dan gaan we eindigen. Dan gaan we allemaal naar Chanel's feest vieren. Hè? Gaan we lekker eten. Maar in Jeremia 29, daar staat, u hoeft dat niet op te zoeken. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. En weet u, ik wil u vandaag meegeven, gebruik die staf die God ons heeft gegeven. Want de potentie is in ons. De potentie is in ons. En wanneer wij die staf gaan gebruiken, wanneer wij in praktijk gaan brengen dat God goed is in ons leven. En dat we ook ons best doen om naar zijn wil en zijn woord in gehoorzaamheid te leven. Dan gaan we zien dat hij ons overvloedig gaat zegenen. En dat is mijn tekst in Genesis 32 vers 10. Genesis 32 vers 10, als dat op de beamer kan. Een geweldige Bijbelvers over Jacob. Jacob had ook een staf. En hij had hem gebruikt. En daar staat, ik ben te gering voor al de gunstbewijzen. Voor al de trouw die gij en uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier. En nu ben ik tot twee legers geworden. En in de Bijbel in gewone taal. Daar staat, ook al ben ik het niet waard. Ik ben het niet waard, zegt Jacob, maar toch bent u steeds goed voor mij geweest. U hebt altijd trouw voor mij gezorgd. Want op de heenreis, toen ik de Jordaan overstak, had ik alleen maar een stok, zegt hij. Ik had alleen maar een stok. En nu heb ik zelfs twee grote groepen mensen en dieren. U heeft iets van God gekregen. U heeft iets. Het is misschien maar één dingetje. Een bepaald talent wat u heeft. Iets waar u goed in bent. En misschien zegt u zelf wel, ik heb helemaal niets. Dan nog heeft u dit woord. Jacob had alleen maar een stok. Hij ging met een stok uit huis. Lang geleden. En nu zegt hij aan het einde, ik ben tot een leger geworden. God wil ons geestelijk tot een leger maken. Hij wil ons sterk en moedig maken. Die privileges moeten we gebruiken. De potentie is er. Wat een potentie. Ik geloof dat na vandaag mensen worden aangeraakt. Dat mensen in geloof gaan wandelen. En weet u, nu ik ga afsluiten ben ik... Ik heb mijn preek ben ik begonnen om een beetje te vertellen over mijn eigen bekering. Hoe het is gegaan dat ik hier nu mag staan. En een heel proces ging daaraan vooraf. 14 jaar heeft het geduurd voordat ik mocht spreken. En niet dat spreken alles is. Weet u, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om mij of wat dan ook. Maar ik heb het alleen maar verteld om te laten zien dat als u een verlangen in uw diepste binnenste heeft, dat het lang kan duren. Dat het lang kan duren. Weet u wel? Maar Gods woord is de waarheid. En als hij iets zegt erover uw situatie, als hij er iets over zegt, dan gaat het gebeuren. En ik had zoiets moois gelezen over zaaien en oogsten. Dat in Israël, in vroege tijden, daar leesden we, of daar was het in die tijd, dat het, dus, sorry, er staat in Prediker 11, staat, werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. En in Israël, in die vroege tijden, wat ze deden, was nadat de zomer was geweest en het werd winter, er ging het zo hard regenen. En al die akkers, die waren allemaal ondergestroomd met water. Vol met water. En als de boer dan kwam, dan zaaide hij goed zaad over het water. Dus hij waadde zich door het water en gooide zaad. Overal gooide hij zaad. En als die kleine zoon van die boer misschien erbij was geweest, dan dacht hij van, wat doet mijn vader nou? Wat doet hij nou? Hij gooit goed zaad op het water, maar er gebeurt helemaal niks. Maar dan na een paar weken, na een paar maanden, gaat die jongen voor het raam staan. En hij
wrijft de hitte of de stoom van het raam en hij kijkt. En dan ziet hij al die kleine dingetjes uitspruiten. Wat grote gewassen worden. En zo is het wanneer wij in geloof gaan stappen. Dan zaaien we dingetjes. We zaaien. En uiteindelijk gaan die gewassen opkomen. God is goed. God is geen God dat hij liegen zou. God is een geweldige God. God wil ons een hoop voor de toekomst geven. En mijn gebed is dat na vandaag, dat we het gaan inzien. Dat God goed is. Dat er potentie in ons is. Dat er een potentie in ons zit. Sommige mensen zeggen, ik heb niet veel. Ik heb niets. Het enige wat ik heb is een stukje hout. En u denkt misschien, ik ben niets waardig. Maar weet u, als ik denk aan David. Weet u, God noemde David een man naar zijn hart. Dat weten we allemaal. De meesten van ons weten dat. God noemde David, hij is een man naar mijn hart. Hij is de man die ik heb uitgekozen als koning van Israël. Maar weet u wat zo apart is daaraan? Hij noemde David een man naar zijn hart toen David nog maar een kleine jongen was. David was nog een kleine jongen. Maar God noemde hem al een man naar zijn hart. Misschien bent u in eigen ogen, voelt u zich klein. En voelt u van, ik ben het niet waard. Maar God zegt, jij bent een man naar mijn hart. Jij bent een vrouw naar mijn hart. Weet je wat ik allemaal voor je heb weggelegd? Weet je wat mijn beloftes zijn? Weet je wat voor privileges je hebt? Maar hebben wij een stukje hout? Kunnen we één stukje hout vinden en het geven aan God? Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Vol potentie. Vol van potentie. En altijd wanneer ik de laatste tijd heb mogen spreken, kwam er altijd één ding terug. Dat ik denk aan het kruis. En dan komen... Soms heb ik tranen in mijn ogen. Weet u het kruis? Dit is geen poppenkast-evangelie. Dit is echt. En in die tijd, lang geleden, de Heer Jezus was erbij. Want er staat, Jezus was het woord. Want er staat er in Genesis dat hij de aarde schiep. En hij sprak. Hij sprak gewoon. Hij sprak. Pssch, en de zon was daar. En hij sprak. Pssch, en de sterren. De dieren. Alles was geschapen en het kost hem niets. Hij deed het gewoon. Hij schiep de aarde. En weet u, dan denk ik aan de Heer Jezus. Aan het kruis. De schepping kost hem niets. Maar toen hij aan het kruis ging voor ons, zweette hij bloed. Hij zweette bloed, zegt de Bijbel. Toen hij de aarde schiep, niets. Het kost hem geen moeite. Hij hoefde niets te doen. Maar elke vezel in zijn lichaam, elke spier in zijn lichaam, zweette, deed pijn. Het kostte bloed voor hem. Toen hij aan het kruis moest gaan voor u en voor mij. Het kostte hem alles. Het kostte hem alles. En dan vind ik het zo jammer, hè, wanneer sommigen niet verder komen. Maar in de naam van Jezus gaat er wat gebeuren vandaag. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Zuster John, kunnen we nog zingen alsjeblieft? Hij heeft de prijs voor ons betaald. Hij heeft de prijs voor ons betaald. Weet u, bij God, hè? Weet u, bij God is het niet dat we maar iets proberen. We hebben alles gedaan. We hebben alles gedaan. Maar niets werkt. En nu? Ik probeer het maar met God. Ik probeer het gewoon. Nee. Het is niet meer dat we maar wat aanmodderen. Je probeert het niet.
Het is de waarheid. Je gaat erin staan, je gaat erin wandelen. Het is als het zaaien van die boer. Je gaat erin wandelen en het gaat opgroeien. Say the name of Jesus. Halleluja. Gaat u me maar mailen, maar ik wil dit wel vertellen. Weet u, soms gaan dingen niet zoals wij dat zelf verwachten. Vaak wanneer we iets bidden en wanneer we iets van de Heere vragen, dan hebben we er een bepaald beeld bij van zo en zo moet iets gaan. Maar ik wil u dit vertellen, hè. Mijn zoon, daar is die weer, die ging een keer fietsen met een vriendje van hem. Met een vriend ging hij fietsen, want ze wilden naar de McDonald's gaan. Ze wilden lekker samen relaxen en wat gaan eten. Dus hij zegt, pa, ik ga weg. Oké, jongen, prima. Dus hij ging fietsen en uiteindelijk hoorde ik maar niets van hem. En meestal geeft hij me een belletje. Dus na een uur bel ik hem op. Ik zeg, luister Daf, waar zit je? Ben je bij de Mac? Ja, was hij bij de Mac in Hoofddorp of in Bad Hoeverdorp was hij. Ik zeg, oké, prima, maar het wordt al donker, je moet nu naar huis gaan komen. En na een half uurtje was hij nog niet terug. Dus ik bel hem weer op. Ik zeg, David, waar zit je nou? Want het wordt donker, weet je wel. En je hebt geen lichtjes op je fiets. Hij zegt, ja pa, ik was op weg naar huis, maar ben ik in Hoofddorp. Dus luister, ik weet niet, voor degene die in Westen ook een beetje bekend zijn. Bad Hoeverdorp is die kant en Hoofddorp is daar. En wij wonen daar. Dus hij was naar Hoofddorp gegaan. Ik zeg, oké, Daf. Hij klonk ook een beetje paniekerig van, ja, pa, ik ben in Hoofddorp op de fiets. Hoe moet ik naar huis? Ik zeg, hoe moet je naar huis? Je hebt fietsbordjes, weet je. Volg de borden en ga naar huis. Jij woont in Amsterdam. Simpel zat. Hij die borden volgen, zei hij. Ik bel hem weer op uiteindelijk. Hij zegt, pa, luister. Een beetje trillerig in zijn stem. Luister, pa, ik weet niet waar ik nu ben. Ik zie allemaal industrie om me heen en vliegtuigen en weet ik veel wat. Is die man bij Schiphol terechtgekomen op een of ander industrieterrein? Echt waar. En zijn stem was al een beetje trillerig en alles. En op een gegeven moment zegt hij, maar pa,
Het komt wel goed hoor, want ik heb gebeden, zegt hij. Ja, oh. Dat had ik ook zoiets. Dus ik zeg, ik denk, nou oké, nu moet je als vader actie ondernemen. Weet je, ik ga met de auto hem ophalen. Maar weet je wat het probleem toen was? Want dan zult u zeggen, ja, dat zou ik ook doen. Alleen, in die tijd was er voetbalfinale. Weet u nog, vorig jaar was er voetbal. Dus in de finale van het voetbal moet ik weg in de pauze om hem te halen. Maar oké, ik als goede vader, ik was helemaal niet geïrriteerd. Ik bleef heel rustig. En ben in de auto gestapt daar naartoe, netjes 100 gereden. Maar ik kom eraan, hij zegt, pa, ik zeg, waar ben je? Ja, ik zie daar een flatgebouw en ik zie een bushuisje. Dus wat staat er op het bushuisje? Wat is de naam van de halte? Ja, dit en dit en dit. Ik Google Maps ingevoerd, daar naartoe zie ik op een gegeven moment twee jongetjes koud in de bushalte staan. Zie ze me aankomen. Pa, hier, hier. Dus ik stoppen, moest ik die twee jongens in de auto stoppen. Twee fietsen achterin. Tijdens de WK-finale. Dus hij zegt, pa, sorry hè, sorry. Ik zeg, ja. Nee, ik zei, ja, is goed jongen. WK-finale, kom aan man. Maar hij zegt, pa, weet je, sorry dat het zo is gelopen. En het liep helemaal anders dan verwacht hè, want ja, ik had wel gebeden hoor, maar ja. En ik reed naar huis en ik hield mijn mond. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je, inderdaad, hij heeft gebeden. En hij heeft het niet eens door. Hij is opgehaald met de auto, twee fietsen achterin, zijn vriendje, en hij wordt gewoon thuis afgezet. En daarmee wil ik zeggen, soms gaan dingen totaal anders. Hij had het heel anders verwacht. Hij had verwacht dat hij gebeden had en dan zou hij een bordje zien en dan zou hij langzaam naar huis fietsen en dat God op die manier hem de weg wees. Maar hij komt gewoon thuis aan. En weet u wat onze nood ook is vandaag? God brengt ons thuis. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. En weet u, zelfs na zo'n preek, zelfs als u het woord gehoord heeft, geloof ik dat er mensen zijn die zeggen, ik wil toch extra gebed. Terwijl zuster zingt het lied, mag u naar voren komen. En dan gaan de mensen die bidden, gaan kort met u bidden. Omdat er een kracht is in het eenparige gebed. Dus u hoeft zich niet te schamen. Say the name. Halleluja.